Dit is dus de versie met de dierlijke ingrediënten en dit is mijn plantaardige versie daarvan. Minstens zo lekker. Wat een heerlijke smaken allemaal bij elkaar. Ja, dit is echt een heel lekker voorgerecht. Wat je ook gewoon aan een vleeseter kunt serveren. Het zijn tenslotte vleestomaten, toch? Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Vandaag helemaal in kerstsfeer, zoals je kunt zien. Als je mij al langer volgt, weet je dat ik dol ben op het veganizen van gerechten, producten, snacks, drankjes, noem maar op. Oftewel, een plantaardige versie maken voor iets wat dat van oorsprong niet is. En vandaag ga ik iets heel leuks doen. Ik ben namelijk benaderd door de Vegetariërsbond met de vraag of ik een van de gerechten die in de kersteditie van de Allerhande staan dit jaar, van Albert Heijn, wil veganizen. Nou, ik zei direct ja, want dat vind ik super leuk. En het is geworden de carpaccio. En dat is de carpaccio met parmezaanse kaascreme en rucola pesto. Er zitten wel wat dierlijke producten in. Natuurlijk de carpaccio zelf. De parmigiano reggiano poeder, oftewel parmezaanse kaas. En de mascarpone. En ik zie het echt als een uitdaging om een minstens zo lekkere plantaardige versie hiervan te maken. Zonder dat je hoeft in te leveren op smaak. Alles klaargezet. Laten we beginnen. Als eerste ga ik beginnen met de mascarpone. Mascarpone heb ik ook al eens eerder gemaakt op een plantaardige manier voor tiramisu. En die ga ik nu niet maken, want er zit namelijk ook parmezaanse kaas in. En die ga ik vervangen door mijn eigen parmezaanse baas. En daar zitten cashewnoten in. En als ik nou ook die mascarpone maak op basis van cashewnoten, dan wordt het wel heel erg machtig. En dat is ook niet de bedoeling van een voorgerecht. En nou heb ik gisteravond al een testversie gemaakt van de mascarpone en ik stond versteld. De manier waarop ik hem heb bereid, nam ik een klein hapje en het leek echt precies op lavash kiri. Je weet wel, van die lachende koe. Die kleine driehoekjes kaas, gepakt in aluminiumfolie. En ik weet nog, toen ik geen veganist was, was ik dol op die kaas. En helaas, de structuur is niet helemaal hetzelfde, maar de smaak, wat mij betreft, is precies hetzelfde. Zo zie je maar, je hebt gewoon geen dierlijke producten nodig om een heerlijke smaak te krijgen. Laten we beginnen. Ik ga beginnen met het mascarpone. Die bestaat voor het grootste gedeelte uit de plantaardige spread van Albert Heijn, de haverspread. Daar gaat bij haver fresh. En ik heb gemerkt dat het makkelijkste gaat met een spatel. Dus dat gaat er allemaal bij. En dat meng ik door elkaar. En dan gaat erbij de parmezaanse baas. En dat bestaat voornamelijk uit cashewnoten en knoflookpoeder. En ik zal uiteraard het recept hieronder vermelden. Ik heb hier altijd een pot van staan. En dat gaat dan bij het mengsel. En dat gaat er doorheen. Nou, dit is nu goed gemengd. En het recept van de Allerhande, die vraagt nu om olijfolie er doorheen. En dat lijkt me geen goed idee, want dan wordt het denk ik echt vloeibaar. Dus die laat ik achterwege. Wel ga ik er wat zwarte peper doorheen doen, zoals in het recept staat. En het zout laat ik trouwens ook achterwege, want die zit al in de parmezaanse baas. Nou, en als je dit nou helemaal goed mengt. Je pakt een lepeltje en je neemt een klein hapje ervan. Oh my god. Laat mij ook weten, als je dit maakt, proef dit. En laat mij weten of dat jij ook vindt dat dit echt precies lavash kiri is. Dit gaat de koelkast in terwijl ik met de rest van de ingrediënten aan de gang ga. En om de carpaccio zelf te vervangen ga ik vandaag voor twee versies. Eén versie met vleestomaat en één versie met watermeloen. Ik ga dus een versie maken van carpaccio van watermeloen. En daarvoor heb ik een mini watermeloen gekocht. Ik heb de onderkant een stukje eraf gesneden, zodat hij stevig op de snijplank staat. Dat is wel het veiligst. Dan ga ik hem schillen. En dat doe je gewoon door je hand erop te houden en met een mes langzaam langs de schil te gaan. Heel voorzichtig. Oh, ik heb iets te dun gesneden. Mag nog wel wat dikker. Ik ben nu bijna klaar. De schil is er bijna vanaf. Maar er zijn hier en daar nog wat witte plekken. En die ga ik er afsnijden. Zodat je echt alleen maar roze watermeloen overhoudt. Ik ga een stuk van de watermeloen snijden. Een dikke plak. En daar haal ik het middelste uit met de uitsteker. En dan heb ik hier dus een heel stuk uitgesneden. En dat ga ik in zo'n dun mogelijke plakjes snijden. Dit soort dunne plakjes. Dunner hoe beter. En ik heb de plakjes op een bord gelegd. Het is nu al net carpaccio. En dit ga ik even in de koelkast zetten zolang ik bezig ben met de rest van de ingrediënten. En dan ga ik nu de pijnboompitten roosteren.
En die doe ik gewoon in een droge koekenpan. Houd goed in de gaten, want voor je het weet zijn ze verbrand. Af en toe even omschudden. En ik zet vast een bord klaar. Want daarop gaan de pijnboompitten zo meteen afkoelen. En dat gaat echt heel erg snel, dus je moet er echt bij blijven. Zo zijn ze goed. Dan ga ik nu de rucola pesto maken. En daarvoor gebruik ik mijn hakmolen. En daar gaat in rucola. Basilicum. En een teentje knoflook. Een gedeelte van de geroosterde pijnboompitten. En een gedeelte van de parmezaanse baas. Vers gemalen zwarte peper. En 3 eetlepels olijfolie. Pas precies. De rucola pesto is klaar. En mocht die nou nog wat te dik zijn, kun je nog wat water toevoegen. Maar deze vind ik er prima uitzien. Die zet ik even apart. En dan maak ik een dressing van balsamico azijn en olijfolie. En daar doe ik ook weer wat zwarte peper bij. En dan is het tijd om de carpaccio samen te stellen. En ik ga de tomaat in hele dunne plakken snijden. Dan ga ik nu beginnen door een zogenaamde quenelle, ik hoop dat ik het goed uitspreek, van de parmezaanse kaascreme te scheppen en dat op het bord te leggen. Daarvoor heb je 2 eetlepels nodig, het liefst die zo met zo'n punt. En dan begin ik met de lepel met de kaascreme bevullen. En dan ga ik er met die andere lepel overheen, zodat het de vorm krijgt van de lepel. En dan neem ik hem weer over van de lepel. En dat doe ik een paar keer. En het heeft nu eigenlijk al de vorm van de lepels. En die leg ik op het midden van het bord. Dan druk ik nog een beetje aan met de lepel, zodat het een mooie vorm heeft. En dan ga ik de tomaat eromheen op het bord leggen. En dat ziet er dan zo uit. En dan neem ik wat van de overgebleven geroosterde pijnboompitjes en die strooi ik over de carpaccio heen, de tomaat. En ook over de kaascreme. Ik heb de pesto toch nog even opnieuw in de hakmolen gedaan. Met een klein scheutje water, zodat het nog wat dunner wordt. En nu is het perfect. En nu ga ik het rondom de pesto over de carpaccio verdelen. En daarvoor moet de pesto wel echt wel een beetje vloeibaar zijn. Anders gaat dat gewoon niet. Zo. Ziet er nu al super feestelijk uit. En dan de balsamico dressing eroverheen. En het is optioneel, maar dan heb ik nog deze om in een soort krullen te raspen en dat er nog overheen te doen. Dat is extra feestelijk. En dan maak ik met een dun schiller een paar van die kleine plakjes mee. En die kunnen dan over de carpaccio heen. Heel dun. De carpaccio is klaar. En dit is dus de versie met de dierlijke ingrediënten. En dit is mijn plantaardige versie daarvan. Ja, en nu ga ik het natuurlijk proberen. Rucola pesto is super lekker, vol met smaak. Ik ga van alles even een hapje proberen. Alles op mijn vork. Nou ja, hier mis je dus echt niet de carpaccio als een dierlijk product. Wat een heerlijke smaken allemaal bij elkaar. Ja, dit is echt een heel lekker voorgerecht. Wat je ook gewoon aan een vleeseter kunt serveren. Het zijn tenslotte vleestomaten, toch? Nou ga ik ook dit bordje even opmaken met de watermeloen. Die staat nog in de koelkast. Ben ik ook heel benieuwd naar of dit hetzelfde effect heeft. Ik vermoed van wel. Ben ik zo bij je terug. En dan hier de versie met de watermeloen. Dit ziet er volgens mij nog wat echter uit dan de tomaat. Ja, ik ga weer even alles aan mijn vork prikken. Zodat ik één hap heb met alle smaken bij elkaar. Daar gaan we. Wauw. Wat het is met die watermeloen, die is natuurlijk heel erg poreus. Dus die neemt alles in zich op. De watermeloen, heel frisse smaak. Combineert met dat scherpe van die parmezaanse baas en de parmezaanse kaas van Violife. En dan die rucola pesto met knoflook. Deze heeft absoluut mijn voorkeur. Dat vind ik nog lekkerder. Had ik niet gedacht, eerlijk gezegd. Nou, ik ga de recepten uitwerken. En de link vind je hieronder in de beschrijving.
Mocht je het nou ook gaan maken, ben ik heel benieuwd of jij deze plantaardige mascarpone ook vindt lijken op lavage curry. En wat je er überhaupt van vindt. En of jij voor de tomatenversie bent gegaan of de watermeloenversie. Vergeet niet een fotootje te maken en me te taggen. Dat vind ik super leuk om te zien. En gebruik de hashtag van wat eet je dan wel. Dat is voor mij nog makkelijker om het allemaal terug te zien. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om dit te veganizen. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!